Ja, die staat er al in. Want daar staat hij niet meer. Ik heb hem echt waar erin. Ja. En Rebecca die is er ook altijd buiten even een checkje te roken. En dan zoals een auto bij de schutting neerzetten, want die staat nou op het parkeerterrein. Ik heb er eentje aan de telefoon. En dat is natuurlijk Karin. En die is trots op mij. Ja, waarom weet ik niet? Waarom ben je trots? Nou, dat is omdat mijn liefstallige moeder, ja, kijk eens, mijn liefstallige moeder, dus helemaal zelf zonder hulp haar computer helemaal aan heeft gesloten. Ja, lieve vrienden, ik ben weer retour. Het is vandaag, eventjes zien, maandag 18 mei en we leven om 13:25. Ik heb de doos van de computer naar beneden weten te halen. Maar die kan ik nooit iedere keer op mijn booster wegbrengen, hè? Nee. Dus ja, moet ik toch zometeen eerst eventjes ook vragen aan Rebecca of die dat met mij wil doen. Dat krijg ik op de booster niet voor elkaar. Nee. Dat gaat het niet worden. Dus ja. Maar ik ga zometeen eerst Rijke maar eens even uitlaten. Daarna zal ik de computer loskoppelen en proberen in die doos te krijgen. Wat ik zelf krijg gedaan, dat is dan maar gedaan. En dan Rebecca eventjes vragen of die even wil rijden. Want anders weet ik het niet. Dat, ja. Wacht maar, ik heb dus al wel gebeld. Als het tegenvalt, ben ik hem 3 weken kwijt. Maar dan zit ik wel te balen. Dan heb ik wel een ander idee, de laptop van mijn mannetje aansluiten. Maar daar heb ik niet alle attributen op. Nee. Nee, ik kan wel plaatjes maken, maar niet vloggen in elkaar zetten of wat dan ook. Nee, want daar heb ik het programma niet op. Nee. Ik kan wel ook ervoor zorgen dat ik weer op Facebook kom. Dat kan ik ook doen. Ja, en de rest, ja, dat moet ik dan aan Roderick vragen van hoe en wat. Maar ik mis dan wel een heleboel, want dat staat allemaal op die PC van mij. Ik hoop dat ik niks kwijtraak. Waardoor. Want er komt een heel gat in van allemaal filmpjes. Ja, van vorige week. Dat heb ik ook allemaal nog erop staan. Maar ja. Ik ben blij dat ik deze camera nog niet leeg heb. Dikke piep. Ja, meisje. Je hebt boven net zitten te bunkeren. En nou weer vragen opnieuw. Je wacht maar af. Ik ga eerst Rijken uitlaten zo meteen. Ja. Ja, ik ga eerst zo meteen Rijken uitlaten. Ja. Ja. Hé? Wat verdikkie. Maar oké, ja, dan weten jullie het even. Ik kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Maar dan kun je wel zeggen, het is maar een dood ding. Beter dat ding dan dat jij het bent. Ja, dat geef ik je gelijk in, maar... Ik vind het wel erg, het is wel geld, weet je. Dus het kost een hoop geld, zoiets. Dat was me duur genoeg, die computer. En dan nu al kapot binnen een jaar. Nou, hallo. Maar oké, ik ga er even vandoor voordat Rebecca ook deze kant op komt. Die zal rond 1:30 hier komen. Nou, het is nou 1:30, dus ja. Nog een uurtje, dan is ze hier. En dan hoop ik dat ik het gefixt heb. Ik zou zeggen, tot later. Ik hou jullie op de hoogte. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik heb de computer weten in te pakken. Ja, die staat er al in. Want daar staat hij niet meer. Ik heb hem echt waar erin. Ja. En Rebecca die is er ook altijd buiten even een checkje te roken. En dan zoals een auto bij de schutting neerzetten. Want die staat nou op het parkeerterrein. En dan zullen we hem proberen in te laden. Ja, want optillen alleen, dat gaat niet. Voor mij niet. Misschien voor haar wel. Maar ik zet desnoods hem op het zitje van de rollator. En dan er naartoe rijden. Dan rijken we al daarna weer terug. Maar in ieder geval... Hij is loodzwaar. Ja,
Maar ik geloof dat ik weet niet. Hé, jongens, ik weet niet wat er wat in zit. Maar ik heb wel die doos zelf, dus ook, dat weten jullie, van zonder al weten te halen, hè. Maar hij zit ook keurig netjes in zijn plastic weer en het schuimplastic zit erbij om. Dus ja, ik heb het weer voor elkaar weten te krijgen. En dat komt allemaal goed en ik hoop dat ik een leencomputer terugkrijg. Dat wordt dan een heel geheis nog om die weer aan te sluiten. Want ja, wat is, ik weet het allemaal niet, weet je. Maar het komt allemaal wel goed. En anders pak ik de laptop van mijn mannetje. Die heeft er twee en dan moet ik de bovenste hebben. Want dat is een werklaptop, die andere niet. En dan tenminste, dat was hier wel een werklaptop, maar dat is nou een systeem zit erop, dat is een bewakingssysteem. Of die het überhaupt nog doet, weet ik ook niet. Maar laat het maar mooi staan, ik heb er geen verstand van. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Er is wel wat bewolking, maar hoe je die bewolking moet noemen, weet ik niet, want de zon die schijnt ook. Ja, het lijkt wel een beetje sluierachtig. Ja, het is heel raar kleurtje ook. Beetje grauwig. Maar ja, maakt niet uit. Zolang de zon er maar is, vind ik het best. En het wordt nog beter weer, ja. Maar oké, ik zou zeggen, we houden jullie op de hoogte. Dus tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Met de computer. En hij doet het weer. Dus ik ben helemaal, helemaal gelukkig en blij. Had ik dat geweten, had ik dat vannacht nog wel gedaan. En dan was vanochtend. Was de stroom, die had ik er even uit moeten doen. En dan de computer aan moeten doen zonder stroom, zonder wat. En dan weer uit. Ja, ik weet het allemaal niet, maar dat is dus ook gedaan. Maar het komt allemaal goed. We gaan een lekkere bakje koffie doen nu. En dan zou ik de computer weer installeren. Lekker. Toppie! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer helemaal retour. En ik ben helemaal blij. Ja! Want mijn scherm die doet het dus weer. Oftewel, mijn computer doet het weer. Die staat weer aangesloten. En ik heb er eentje aan de telefoon. En dat is natuurlijk Karin. En die is trots op mij. Ja, waarom weet ik niet. Waarom ben je trots? Nou, waarom ik dus trots op u ben? Nou, dat is omdat mijn liefstalige moeder, ja, kijk eens, mijn liefstalige moeder, dus helemaal zelf zonder hulp haar computer helemaal aan heeft gesloten. Dus applaudisseer, dus ben je blij, dus doe die blauwe duim omhoog. Yeah! Omhoog doen, hè, want ik heb zelf gedaan. Ze heeft niet geholpen, want ze wordt zelf met dingen bezig. Wat weet ik niet eens, ze was stil, ik hoorde haar niet, af en toe gaf ik eens een bril van beden nog. Ja, maar ze was dus ook ergens mee bezig, iets in te vullen over die corona gedoe. En ik was ook bezig om die computer aan te sluiten. Dus ja, het is gelukt, enkel hij wou eerst niet aan. Dat bleek, en dat hadden ze me niet gezegd, snuggerij daar in de winkel. Achter zit ook een knopje om aan en uit te doen. Ja, wat weet ik ervan als leek. Die had meneer dus uitgedaan, maar ik moest er ook nog voor zoeken. Van waar zit die? Ja, onderaan, maar er zit zoveel onderaan. En het is ook maar een klein dingetje. Nou, ik heb het voor elkaar weten te krijgen. Ik heb hem aangedaan. Hij deed het in eerste instantie helemaal niet. Ik denk, nou ja, net nagekeken in de winkel en dat doet het. En dan kom je thuis en je sluit alles aan en dat doet het niet. Dus hij wou niet aan. Ik denk, nou, kom op zeg. Maar ja, hij doet het en ik kan mijn werk doen. Ik ga weer een vlog in elkaar zetten en het komt allemaal wel weer goed. En ik heb mezelf getrakteerd en dat doe ik nooit door de week zo overdag. Op een wijntje. Moet kunnen met een bak koffie erbij hoor. Ja, altijd koffie erbij. Dus, maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. En met een lach. En steek die duim omhoog. Dankjewel.